Het is misschien wel het best bewaarde bleurne geheim van Vlieland. Van 1951 jaar hebben de bunkers van stelling Tolve H onder het zonlijn. Dit is wel bijzonder omdat deze stelling eigenlijk nog heel compleet aanwezig is. Er zijn een aantal andere stellingen die, onder andere eentje in de februaristorm van 1953, al op het strand verdwenen is. Andere zijn opgeblazen in de loop der jaren met opruimacties. Dus dit is nog de enige die helemaal compleet aanwezig is. Ja, we staan nu feitelijk op de stelling 12H. Dat is een onderdeel van de Atlantikwal. En dat was een reeks van bunkers die de Duitsers gebouwd hebben. Langs de hele kust, eigenlijk vanaf Noorwegen tot aan bijna tot aan de Spaanse grens. Als je erbij nadenkt dat soldaten hier vroeger gewoon als het ware een beetje hun leven hebben doorgebracht en wachten totdat er ooit iets zou komen. Vraag is vanzelfs, waarom binnen de bunkers onder het zon verdoen? We zien dat een deel van die bunkers echt gesloopt is en dat is ook in de periode na de oorlog gedaan. Binnen in de bunker kunnen we nog jaartallen vinden tot 1951 dat er mensen in zijn geweest. En het was voornamelijk een reden om de bunkers dicht te gooien dat men niet wilde dat badgasten hierin gingen verblijven. En bij het stadig onverschien van de bunkers begint Eckert Hut op filosofieën. Wat zou je bad wezen? De vijand komt aan land, die maakt een omtrekkende beweging. Eerst staat het kanonnetje daar aan de zeekant te schieten op de troepen die op het strand liggen. Maar mochten ze het land weten te bereiken en van de andere kant binnen te komen, dan kon het kanon hier op deze plek staan. En als je er dan in staat en je schept zo het laatste zand eruit, dan krijg je toch weer dat beeld van hoe dat het in de oorlog moet zijn geweest om hier te zitten. Kijk, nu zitten we hier in vredestijd. Maar als het in de oorlogstijd is, moet het toch wel heel anders zijn geweest voor die mannen. Ik denk heel veel verhalen verteld met elkaar en veel praten. Ik denk ook wel slapen. En vooral ook de gedachte dat je op ieder moment moet vechten. Bijzondere gedachten. Ja, zeker.